Hey mensen, je kijkt naar Spooky1611 en welkom bij een nieuwe aflevering van Knack. Gisteren gerage quit en vandaag gaan we het weer proberen. Let's do it. Kom maar op. Kom maar op. Oeh. Kom maar op! Oké, go, 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 go. Ja! In één keer! Kom maar op, volgende. Nee, nee, nee. Ja! Patsa flatsa, jongen! Patsa flatsa. Oh, nice. Dat ding gaat uit. Of omhoog. Dan kan hij hier niks meer doen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ik doe het gewoon in één keer. Wow, what the hell. Wat gebeurt er met Knack? Oh nee. Oh nee. Can't we just talk this over? Ja. Nee, dat denk ik niet. I don't think you can talk this over. Castle of Clan Victor. Wow, what the hell. Hij wordt volledig relicless, wordt hij hier neergepleurd. Oh, daar zit de dokter in en shit. Je moet de dokter redden. Knack moet de dokter gaan redden. Ja, en zo zitten we in 6-1. Dit is een rescue mission, hè. Dan hebben we deze oude robots weer. Oh jezus, dit zand daar... Loop je niet al te hard op, oké. Dan weten we dat ook. Dit zand is... Oh, wow. Kom maar. Ja, dit zijn weer de basics. Maar ja, Knack is ook heel klein. Wow, daar gaan we weer. Oh, jezus. Ah! Hij heeft een graafmachine. Fuck you met je graafmachines. Auw. Ah, fuck you. Oh nee, die moet je helemaal opnieuw beginnen. Nou ja, helemaal. Maar weg ermee. Mijn god. Dit wordt nog wel. Woehoe! Kom maar. Pats! Auw. You go a bit too good, mister. Don't do. Thank you. Yes, dit is goed, dit is goed. BAM! Dit is goed. Oké, sorry voor mijn enthousiasme. Waarom zeg ik sorry voor mijn enthousiasme? Wat? Alright. Kijk, daar hebben we weer zo'n mooi dingetje. Dat dingetje, dat ding is. En we krijgen specials. Ja, die heb ik hier wel nodig. Zo. Hoppakee. Had ik even nodig. Even wat extra relics. Word je steeds weer een beetje groter. Mijn haartjes komen weer terug. En dat is ook wel nodig zo, want... We hebben hier al 2 van die graafmachines. Bitch! I gotcha! En dit ding kunnen we omdraaien ofzo. Yep. Oh. Oké. Oh wow. Yo. Wat heeft hij bij zich? Oh nee. Oh nee, dat is dat ding. Zo. Sorry, ging een beetje fout. Oké, dus dat is weer de nieuwe meneer. Met de nieuwe dingen. Nou, laten we hier naar beneden. Ja, gaan we naar beneden? Ja, let's do this. Wow! Ja, nee! Kom maar op. Nog een keer. Katja! Zo. Ik voel me net Jackie Chan in een wildwaterbad. Ik weet het niet. Het is echt... Ik ben bijna dood, dus dat is niet zo cool. Maar daar is een special, zodat ik me weer goed voel. Oh, maar hier is maar één. Oké. Dit is cool. Boom. En deze moet ik maar even specialen. Oh, maar het zijn er heel veel. Kut. Kut, kut, kut. Oeh. Hij kon me hitten vanaf daar. Jeetje. Doe niet zo gevaarlijk, joh. Dat is slecht. Oeh. Oh, jezus. Er zit ook weer een tijdslimiet aan vast. Wat een kutlap heb jij, Victor. Hoppakee. Katja. We krijgen weer een klein beetje relics, maar het is maar niet veel de hele tijd. Oh, dit gaat in de verkeerde richting. Dat is ook niet echt slim. Oh shit, dit heeft tijd. Dit heeft tijd, Sander. Dit heeft tijd. Oeh. Ik ben er. Nou. In het lab. Daar is de dokter. Beautiful room. It has the best view in the castle. Were we really so predictable, Katrina? Yes, you were, Doctor. You want the truth. It pains me. You have all that talent, and you can't find anything to do with it but projects like your unmanageable pet. Now, Victor, he has vision. You need to watch and learn. The world is about to change, and he'll be the one who changed it. The truth is, I hope you like this room, because you're not setting a foot outside of it until you wise up and start working with Victor rather than against him. Oh, and Lucas, you lost this during all the commotion. I thought you might want it back. Chapter 6-2, Steam Road, doen we de volgende keer. Ik bedank jullie voor het kijken. En die vrouw die was wel heel erg boom aanwezig. Ik bedank jullie voor het abonneren. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Tot de volgende keer. Ciao.